What's up guys en welkom bij de allereerste aflevering van een supergaande talkshow. Mijn naam is Nessim. Ik ben QC. En vandaag hebben we een nieuw concept. We zitten hier aan tafel met drie mics, twee presentatoren en een gast. Ja, een talkshow man. Ja, een talkshow. Het was ook te koud buiten om nog gewoon interviews daar te gaan doen. Klopt, de wintertijd is aangebroken jongens. Het is koud, het strijden daar buiten en nu zitten we gewoon lekker binnen. Ja, vandaag de gast, iemand die wij eigenlijk allebei kennen. Ja, maar echt, een soort van samen opgegroeid of zo. We komen niet uit dezelfde buurt. Nee, maar we kennen elkaar soort van in het begin van onze carrière, een klein beetje. We hebben het over niemand minder dan... Lijpen man. Pak hem bro. Ik ben er man. Je bent er hè? Ja, man, je ziet er goed uit man bro. Ja yes, man. Jullie ook, man. Hoe is het? Ja goed man, relaxed. Ja? Ja zeker. Hey, wij kennen jou al lang sinds Punch Out. Ja. Battelen. Klopt ja, battles. Ja, man. Ja dat was wel een gekke ervaring. Ja, toch? Wanneer had jij zeg maar in je hoofd van oké, weet je, ik stop met battelen en ik ga muziek maken? Maar weet je, dat moment kwam denk ik toen ik zag gewoon dat er mensen van mij naar battles toe kwamen. Gewoon echt voor mijn battle, je weet toch? Zo'n event met heeft hoeveel battles had dat? 15 battles, 10 battles, je weet toch? Er kwamen echt mensen gewoon echt speciaal voor mij. Toen wist ik van oké, het is menens. Er zijn mensen die mij gewoon echt supporten en achter mij staan. Uit van allerlei buurten komen ze tevoorschijn, je weet toch? Mm. Dus ik had al een aanhang. Toen dacht ik, weet je wat ga ik doen? Ik had een paar tracks weer gemaakt en één daarvan was gewoon goed voor een high back sessie, weet je. Dus ja, via die weg ben ik een beetje muziek gaan maken, man, eigenlijk. Dus wat van je eigen fanbase gecreëerd? Van den duur. Ja, man. Ja. Dat is wel sick. Maar heeft High Back Sessie je ook echt laten ontploffen? High Back Sessie is wel deel daarvan, je weet toch? Ja. Want ik heb de meeste views volgens mij op High Back Sessie. Het stoot volgens mij ook over de miljoen of zo. En... Ik kan me dat moment nog best wel goed herinneren, man. Want ik zag volgens mij, Rafalik destijds, die tweette van hey, die sessie voor Lijp is echt eng. En toen ging je checken en toen dacht ik van, het is echt sick. Ja, je weet toch, hij kwam gewoon met vuur en... Het was een soort van meer dan battle rap, echt gewoon muziek maken, weet je? Klopt man. En dat was echt super dope. Maar was het moeilijk om die overgang te maken? Nee, ik vond van niet man. Ik vond het moeilijker om te battelen dan om een track te schrijven, je weet toch? Ja man. En je weet toch, ik wilde ook gewoon diep gaan, snap je? Ik wilde gewoon mijn leven vertellen, snap je? En dat kun je niet doen in een battle. Kun je niet jouw leven vertellen, je weet toch? Dus op een gegeven moment was het voor mij gewoon duidelijk van oké, battles was leuk. Even kennis gemaakt met hoe dat ook is, je weet toch? Ja. Kijk, op dit moment zou ik niet meer gaan battelen. Dat snap je? Dat nooit? Was voor echt nooit? Nee, ik zou niet meer, ik zou nooit meer battelen denk ik. 20 kop. Misschien 20 kop, 30 kop kunnen we gaan halen. Je weet nog. Ja. Ja, weet je wat zo grappig is? Omdat ik... Een beetje uit ervaring, hè? Kijk, mijn muziekcarrière is niet echt super, super gaaf geweest. Op de bank. Ja. Dat was een hit. Maar, omdat zeg maar, als battle rapper word je niet echt heel snel geaccepteerd zeg maar, in de muziekwereld. Nee, klopt. Dat, heb je dat gemerkt? Ja. Kijk, jullie kennen mij van battles, snap je? Er zijn ook mensen die nu pas weten dat ik ooit gebatteld heb. Ja, precies. Het is niet dat mijn hele carrière ontstaan is uit Punch Out of iets. Het is gewoon een deel van mijn carrière. Ik denk dat... Daar heb ik doorgebouwd, je weet toch? Dat Ik denk dat je vroeg genoeg eruit bent gestapt om zeg maar niet geassocieerd te worden als battle rapper. Ja, dat denk ik ook, man. Want ik had ik had misschien 4 battles gedaan, snap je? Ik zat er nog niet zo diep in of iets. Nee, het was ook de bedoeling niet om er diep in te gaan of iets, snap je? Dat hele gebeuren met Punch Out, hoe ik daar ben gekomen is ook weer via. Iemand heeft me zomaar opgegeven. Ik zomaar een mail van komen, weet je? Dus het was echt nooit helemaal de bedoeling geweest. Maar het heeft wel, je weet toch, het is wel een deel van mijn carrière uiteindelijk, snap je? Wanneer kreeg je zeg maar door dat je dat muziek het was voor jou? Dat je dacht van ja, dit gaat hem gewoon worden? Toen ik zeg maar na die high back sessie. Toen begon ik het wat serieuzer te nemen. Toen zag ik al van hey, deze views, volgens mij klopt er iets niet, weet je. Zoveel views, snap je. Ik kom net van een battle scene af en ik ga de muziekwereld een beetje in, snap je. En ik kreeg opeens zoveel views, ik dacht van hey, volgens mij kan ik wel iets maken, snap je. Ik kan er wel iets mee doen. Ik werd al bekender en bekender, snap je. Ik kon het beter uitbuiten, dat was mijn idee toen. En ja, toen ik dat had gedaan, kwam er een Zonamo sessie. Toen ben ik een tijd bij Zonamo met hun in zee gegaan. En toen begon, toen was het gewoon echt menens, je weet toch, toen was het geen grap meer en het was gewoon serieus. Nu hebben we ook weer zo'n naam, dus we gaan even naar een klein stukje kijken. Yes. Vliegen en opeens hoog, zie me ik ben lelo. Pijn maar doe niet emo, als die Johnny met me meeloopt hou ik het kort als een demo. Rijpen heeft geen ego, in OVZ op 2 hoog. Was real en ben nog steeds zo, blok je ass Lego. Money over elke bitch, al breng je me J-Lo.
zorg dat je cake bloot. Zeg killa, hou die J-Lo. Jij zit in de hele dingen. Als je naar dit kijkt, hè? Wat voel je, wat denk je? Ja, dat is ook een stuk weer van mijn carrière. Ja. Je weet toch, het is ook een sessie met de meeste views volgens mij op Zonamo. Ja. En wat voel ik? Dit is geen muziek meer die nu dagelijks mijn fans pompen, snap je? Ja. Dit is echt oud, dit gaat wel terug, je weet toch? Ja. Dus dan, wat ik dan voel is dan gewoon weer die hongerige tijden, je weet toch? Ja. Dat je echt gewoon blij was, tenminste blij. Je ging anders naar een sessie als nu, je weet toch? Zo was het gewoon. Die tijd was het gewoon echt boos. Die was gewoon eigenlijk boos op de wereld. Een soort van, je werd niet gehoord, snap je? De bedoeling was op een gegeven moment om gehoord te worden. Je werd wel gehoord, maar niet door de juiste mensen nog, snap je? Merk je dat echt, zeg maar, dat je niet gehoord werd? Ja, gewoon gehoord in de zin van, kijk, je hebt wel een aanhang, je weet toch? Maar het leek alsof mensen je alsnog niet zagen, snap je? En dan praat ik over mensen die je kunnen helpen in de muziek. Snap je? Oh, en die mensen zag je niet, terwijl je wel die power had, je weet toch? Dus toen heb ik ook heel lang op mezelf gewoon dingen gedaan. Mm. Wat ook gewoon heel goed beviel, snap je? En nu uiteindelijk, ja, nu zit ik met Top Notch. Ik heb pas een nieuwe deal getekend. En nu loopt het gewoon, zoals ik eigenlijk wil, je weet toch? Je werkte veel samen met Ismo, toen. Klopt, en ja. Mensen zagen jullie volgens mij ook gewoon echt als een duo, toch? Was dat de bedoeling? We hebben elkaar een beetje de muziek ingetrokken, snap je? Want we hadden elkaar wel nodig om muziek te maken op een gegeven moment, snap je? Want we gaven elkaar wel die kracht van, hey, kom, we pushen elkaar. Ik bedoel, niemand uit mijn buurt rapt, niemand uit zijn buurt rapt, snap je? Dus we hadden elkaar, wij konden elkaar connecten van, hey, kom, dan kwam hij met een paar boys van zijn buurt en ik met een paar jongens van mijn buurt. Maar alleen wij twee rapten, snap je? Dus als ik had hem af en toe had ik hem wel nodig dat hij zei van, hey, kom, we gaan dit maken. Of dat ik zei tegen hem van, hey, kom, we gaan dat maken. Maar we hebben nooit tegen elkaar gezegd van, hey, nu moeten we als een duo uitkomen ofzo. Kijk, dat mensen ons zo hebben gezien, dat vinden, daar hebben wij geen problemen mee of iets. Maar het is gewoon onbewust, je weet toch. We doen allebei uiteindelijk nu onze ding. En wanneer we nu bijvoorbeeld een album gaan maken, Lijpe Ismo, dan mogen mensen ons best als duo zien, ja. Ja, maar hebben we wel eens over nagedacht om samen een... Ja, we zijn er nu over aan het praten om misschien een album met z'n twee te doen. Ja, ja joh? Ja. Maar dat is wel dope. Ja, we zitten te kijken of we dat gaan doen. Dus ja, we zijn er allebei natuurlijk wel klaar voor. Alleen hij is bezig nu met zijn volgende plaat. En Jackpot komt er nu aan. Dus ik wil wel even kijken hoe dat natuurlijk allemaal gaat uitpakken. Maar we zijn zeker van plan om wel nog wat uit te brengen met z'n tweeën. Iets waarom goed. Nu opeens, zeg maar, dat jullie denken van oké, we willen duo worden? Of tenminste, we hebben sowieso nooit met, we hebben heel veel met elkaar gewerkt. En we hebben nog meer met elkaar overleefd, snap je, met elkaar. Ja. Snap je, dus muziek was maar een klein ding tussen mij en Ismo. Terwijl we elkaar wel, snap je, ondertussen aan het pushen waren. Nu vragen fans mij van, hey, waarom werk je niet met Ismo? Of waarom, weet je? En dat is al heel lang zo, echt al heel lang, snap je? Dus het is eigenlijk gewoon iets wat, er is gewoon heel veel vraag naar. We kunnen het nu doen, we kunnen het volgend jaar doen. Nu zijn we allebei gewoon, staan we er goed voor, snap je? En het is niet dat we nu een album willen droppen. Nee, het is dat we erover aan het nadenken zijn om een album te maken. En dan zien we verder wel wanneer dat uitkomt, snap je? Ik denk dat best wel goed kan uitpakken. Ja, dat is zeker uitpakken, man. Ja, ja. Jullie pakken allebei belachelijke views. Ja, en dat is net alsof je een soort van de Lil Kleine en Ronnie Flex gaat halen. Weet toch, als ze een samen album uitbrengen, dat ook goud wordt, denk ik. En Ismo en Lijpers denk ik ook wel echt zo. Ja, ik denk dat wel... Maar er was een tijdje, zeg maar, toen, dat heel veel fans ook gingen roepen van, ja, hebben ze beef of is er ruzie of wat dan ook. Mm. Was er iets aan de hand of was het gewoon een speculatie van de fans van dat ze dat dachten of nee, zo? Nee, dat maken fans ervan, snap je? Dat creëert, dat is een beeld wat creëert van... Kijk, als ik nu bijvoorbeeld met jou elke dag in de klas naast jou zit in de klas, snap je? En elke les bij Engels zit ik naast jou. En opeens de 50ste les zit ik niet meer naast jou bij Engels. Zit jij naast iemand anders, ik naast iemand anders. Dan denkt die mentor ook misschien van, hey, die twee hebben ruzie, snap je? Ja, precies. Snap je wat ik bedoel? Dus het is niet van... We zijn gewoon allebei ons ding gaan doen, weet je. We weten dat onze kracht samen gewoon een probleem is, dat weten we al. En nu weten we ook dat we allebei individueel wat kunnen aanrichten, snap je? Ja. Dus dat wij met z'n tweeën wat gaan doen, ja, dat zijn gewoon... Je beste kaarten moet je voor het laatst bewaren, toch? Zeker. En dat is eigenlijk waar wij nu, wij nu gaan doen. Als je zegt van je beste kaarten moet je voor het laatst bewaren, denk je ook dat dit soort van jullie laatste project dan samen zou worden? Of denk je van dit is het begin van... Nee, dat, met laatst bewaard bedoel ik gewoon, het is geen move die ik nu per se hoef te maken, snap je? Want hij individueel is me gewoon heel goed bezig. En ik mag ook zelf niet klagen, dus
wanneer het eventueel mis zou gaan, hebben we nog altijd, snap je, nog een plan B. Je weet toch, om het maar even zo te zeggen. En het is gewoon ook iets, wij vinden het leuk om met elkaar te werken. Ook al komt er nu niet veel uit van elkaar. Maar als ik en hij, als wij met z'n tweede studio ingaan, is het meestal wel gelijk 9 van de 10 keer raak, weet je. Dan is het niet van. Toen jullie bij Zonamo zaten, was er een video uitgekomen dat jullie samen in de studio zaten met allemaal snippets van tracks en zo. Waar zijn die tracks? Die zijn nooit uitgekomen. Nee, maar dat was onderdeel van Zonamo, snap je? En dat was zeg maar in die periode gingen wij daar ook weg. Dus ja, we hadden geen recht meer op die tracks, zeg maar. Maar die tracks zijn, maar zeg maar, gewoon logisch is, snap je? Dus ja, uiteindelijk die tracks, ja, het klinkt raar, maar het waren 13 tracks, die zijn gewoon begraven, snap je? Ja, joh. Ja, man. Dus in principe, als wij die te pakken krijgen en verkopen. Ja, dan kun je wel wat verdienen. Ja. Die naar Turkije morgen misschien. Hey, ik heb nog een ander heel leuk fragment, of tenminste leuk. Ik heb deze zelf nog gefilmd. Ik weet nog, toen ik bij Punch-Out ging, ik een event filmen. Hè? Een van mijn hobby's, om weer iets nieuws te proberen. Hij wil alles, hè, altijd. Hij is bokser geweest, hij is acteur geweest. Schilder. Ik heb ook in de bouw gewerkt. Ja. Maar ik heb gewoon een stukje gefilmd, dat is een freestyle van jou. Volgens mij was je 17. Ja, dat is... Tenminste, dat 16. Staat. Volgens mij was je 16. Jullie hebben geen zicht op mij. Leg je iemand op me, je hebt niks op mij. Heb je iets, ben ik 3D en kom ik dichterbij. Ik shine, IBI schijnt licht op mij. Moet ik zitten, heb ik scheids eruit weg als ik een streep zie. En chap hoorde je blaffen, maar je weet niet, geeft niet. We rippen je van je twee keer. Mijn dingen lopen nu straight hier. Ben een jonge ondernemer, het is aan de swag te zien. Jullie spenden weinig, want ze stekken niet, stek is vies. Paas de brieven, maar geen liefdesbrief, het voelt net verstoppertje. Het liefst word ik niet gezien. Bam. Ja. Hoe erg verschilt de lijpen van nu die nu op deze stoel zit met deze lijpen? Ja, ik ben nu wel een stuk rustiger geworden, je weet toch. Die tijd was het wel, was mijn hoofd wel wat heter dan nu, snap je? Wild. Maar ja, toen was ik echt, dat was gewoon die tijd dat je werd steeds hongeriger. Snap je, dat was die tijd dat je jezelf wou overtreffen en dat, zeg maar. Nu overtref ik ook mezelf, maar in een andere zin, zeg maar. Nu gewoon in de muziek mezelf. Je weet toch, ik heb mijn plekje al gevonden en nu wil ik gewoon, de grootste strijd is de strijd met mezelf altijd, weet je. Dus nu gaan jullie ook horen in Jackpot, dat zijn niet de tracks die mensen per se van mij verwachten nu, snap je? Maar het zijn wel tracks die iedereen gaat voelen. Snap je? Dus ik heb het gewoon op een andere manier gedaan. Het is wel een andere sound. Maar in die zin strijd ik wel met mezelf. Ik wil wel iedere keer, als het kan, wat anders doen, maar op mijn manier. Snap je? Mm. En er zijn 1000 manieren, dus het moet wel lukken. Op een gegeven moment, je wordt ook steeds meer volwassen, toch? Ja, dat ook is in het je ook. Muziek. En dat is Jackpot, is ook een stuk volwassener dan Levensles, maar ja. Maar je zei nu van, die lijken van toen was een beetje vroes en je hoofd was heet. Zeg maar, wat was de reden dat je zeg maar zo boos was? Dat was gewoon, je bent anders toch, broer, die tijd. Je zit niet zo in je vel als nu toch, broer. Je omgeving is ook anders, je bent meer op straat dan, je weet toch, nu ben ik niet meer daar waar ik toen was, snap je? En die omgeving, die maakt je gewoon anders dan nu, je weet toch. Nu zit ik in een rustige omgeving. Praat met Kees en zo, snap je? Dat zijn goede dingen. Is gewoon rustig aan, snap je? Ik bedoel, ik heb net een nieuwe deal getekend. Ik mag echt niet klagen, snap je? Het gaat gewoon goed. Ik heb geen reden om nu zo te doen zoals ik toen deed, snap je? Toen had ik wel reden. Toen zaten mijn zakken, zagen er niet zo uit als nu, snap je? Wat vonden je ouders eigenlijk destijds dat je muziek maakte? Ja, destijds, toen ik er niks mee verdiende. Toen was het wel van, weet je, wat ben je aan het doen? Dan is het voor hun net alsof je aan het krijten bent in de tuin, snap je? Gewoon maar even wat aan het doen, wat ben je aan het doen, je weet toch? Ja. Maar ja, op een gegeven moment werd het serieus. En het werd ook voor mij serieuzer. En ja, ze stonden wel achter me. Maar ze vonden het wel, je weet, het was wel voor hun even wennen. Van, oké, want je zit niet meer op school, je bent aan het rappen. Maar en nu, weet je, wat nu? Ja, en toen ging het op een gegeven moment hard, weet je. En dan laat je ze toch zien, je moet toch een stukje bewijzen, je weet toch, moet ze toch laten zien van, natuurlijk, geen één moeder of vader gaat geloven als haar zoon morgen opstaat en zegt, maar ik word de eerste rapper van dit, snap je? Welke moeder of vader gaat dat geloven? Ze gaat je uitlachen, ze gaat zeggen, ga naar school man, je weet toch, snap je? Dus ja, dat heb je sowieso in het begin, je weet toch, en mijn moeder die wilde mij sowieso nooit teleurstellen of iets, je weet toch, die heeft altijd achter me gestaan. Ja. En, was je vader dan zo van meer de strengere type? Nee, ook niet. Dat helemaal niet. Nee, maar mijn moeder die is wel meer, die weet meer hoe ik ben. Je weet toch. Als ik open ben, praat ik met mijn moeder. Snap je? Dus haar had ik wel echt nodig om achter mij te staan. Vooral in zo'n carrière. Je weet toch. En wanneer nam ze, zeg maar, ging ze je carrière serieus nemen? Toen je eerste platendeal had getekend?
Kijk, ik zat bij Zonamo. En toen nam ze het al serieuzer, weet je. Want ik was opeens veel in Amsterdam. Ik was opeens veel in de studio. En ik had opeens shows. En je weet toch, op het moment dat ik eigenlijk veel views pakte. Meer aanzien kreeg, meer gehoord werd. En overal eigenlijk iedereen kende me opeens, snap je? Nou, op een gegeven moment merkte zij dat ook toch. Mijn neefjes draaien me en dan die en dan mijn nichtjes. En die hoort mijn naam op die school. En je weet toch, op een gegeven moment weet je moeder van, oké, het is echt serieus, ja. Snap je? Maar ik kan me voorstellen dat, zeg maar, ik zou ook niet alles met mijn ouders kunnen bespreken. Mm. En dat je misschien bepaalde onderwerpen eerder in je liedjes gaat gebruiken of teksten gaat schrijven. Ben je dan niet dat van bang dat je ouders misschien achter dingen gaan komen? Nee, mijn moeder praat beter Nederlands dan ons drie bij elkaar. Ja. Dus die weet echt. Ze snapt alles. Ze snapt echt letterlijk alles, snap je? Mijn moeder is ook niet de oudste, dus ze is gewoon nog een beetje van onze tijd, snap je? Ze weet elk woord wel te verstaan. Yeah. Dus zij weet hoe ik ben als de beste, snap je, zoals ik jou net zeg. Ja. Zij weet alles van mij, snap je. Leert ze jou dan ook soort van beter kennen dankzij je liedjes, denk je? Nee, dat niet, omdat zij kent mij al. Dus voor haar is het niet gek wat ik zeg, snap je. Kijk, zij weet niet alles in details, maar ze weet hoe ik ben, snap je. Ik merk ook zeg maar dat je heel veel over je moeder praat in je liedjes. En je eerste single van je album, Jackpot, was ook Mama. Ja, klopt. Maar dan vraag ik me af, zeg maar, waar staat jouw vader dan in jouw leven? Ja, ook even hoog als mijn moeder, maar eigenlijk. Ja? Alleen, ja, mijn vader hoor je ook wel in liedjes. Alleen die komt niet zo ver naar voren als mijn moeder. Omdat ik met mijn moeder gewoon meer meegemaakt heb in de zin van alles delen. Je weet toch, mijn moeder weet gewoon veel van mij, snap je? Ja. Dat eigenlijk. Maar het is niet dat mijn vader onder mijn moeder staat, want mijn moeder boven mijn vader staat. Maar je weet het, ze zijn allebei, ze zijn er allebei evenveel voor me geweest. Ja. Je weet toch, dat is het nooit geweest. Ik heb respect voor allebei. Ik ook moederskindje. Ja? Ja, ik heb niet zoveel met mijn pa. Je hebt ook broertjes en zusjes, toch? Ja, man. Hoeveel? Ik heb twee zusjes, een broertje en een zus, man. En hoe oud zijn de kleine? De kleinste is 6 jaar. Ja? Een broertje is 14 jaar. Een zusje van 19. En een zus van 25, man. Vol lijstje. Oh, ja. Zus is getrouwd. Ik zeg eerlijk, maar als mijn broer lijpel was, ik zou toch school in de stoel. Schrijft je broertje ook veel over jou? Nee, totaal niet, man. Mijn broertje is echt een rustig type wat dat betreft. Maar ze kennen hem wel van lijpen, toch? Ja, tuurlijk. Misschien zijn omgeving, zijn vrienden weten dat hij mijn broertje is. Maar het is niet zo van dat hij chickies gaat DM en gaat zeggen, luister, wel lijpen, broertje. Wat doe je vandaag? Snap je? Zo zit het niet in elkaar. Is wel een move, hoor. Is wel een move. Ja, had het wel kunnen doen, snap je? En een keer, je weet toch, heel veel, ik heb zeg maar... Mijn broertje is er niet echt heel enthousiast of iets zo over, snap je? Ja. Hij is gewoon helemaal verliefd met zijn voetbal en ja? Snap je? Hij is gewoon daarmee goed bezig. Goed. Dus hij is ook gewoon nog jong. Hij zit op school, dus hij hoort overal wel mijn naam vallen. Dat is gewoon mijn doelgroep ook een beetje. Is het dope om te kunnen zeggen, zeg maar, je gaat even naar familie in Marokko of waar dan ook, dat je kan zeggen van mijn werk is zeg maar muziek maken. En snap, begrijpen ze dat ook? Ja, ze begrijpen dat. Mijn familie in Marokko kijkt gewoon mijn filmpjes. Ja? Ja, man. Nu is het zo ver in Marokko dat zelfs geen familie, gewoon normale boys van de buurt daar, gewoon mijn shit luisteren zonder dat ze iets verstaan. Shit. Omdat hun familie uit Nederland, je weet toch, naar Marokko. En die horen mijn muziek bij hun neef uit Amsterdam, of snap je? Dus die boys van Marokko, die nemen dat over, je weet toch? Ja. Dus dan loop je daar, word je gewoon herkend door boys van daar, snap je? Zou je nooit een Marokkaans album willen maken? Ja, misschien in de toekomst. Misschien is dat een plan. Ja, man. Dat Berbers, toch? Ah ja. Dat is wel dope. Ja, is het publiek voor, zeg maar, Marokkaanse rap? Jawel, man. Berbers is jawel, man. Maar dat is veel mensen... financieel toch wel een slim plan om het misschien te doen? Ja, het is sowieso niet iets wat ik niet moet doen ofzo, snap je? Maar het is ook niet per se iets wat ik nu moet doen. Ik kan ondertussen ook al gewoon Marokkaans en Berbers en alles, man. Ja, praat je een beetje Marokkaans? Ja, gewoon. Meilis. Wat betekent meilis? Wat was het ook? Ik weet het niet, toch? Maakt niet uit. Ibaiasje, weet je toch? Dat is ook de nieuwe straat al, hè? Marokkaans. Dat is gewoon. Ja, in principe. Iedereen maar. Maar er was. Niet laatst, maar er was een tijdje geleden. Was er een soort van documentaire van Vice over mokro-rappers. Ja. En daar zag ik jou niet. Nee, is daar een reden voor dat je daar in Vice, ze hebben mij wel benaderd als een van de eerste zelfs. Toen ze het concept nog zeg maar net hadden of nog niet eens helemaal rond hadden. Maar ik vond het niet echt iets waarmee, je weet toch, het was voor mij niet. Ik wilde gewoon muziek maken, weet je. Gewoon muziek maken, dat uitbrengen. En shows pakken en gewoon zoals ik nu leef, is gewoon perfect, je weet toch.
hoef daar niet voor in een documentaire van voor mokro rappers in te staan of iets, snap je? Dus dat is voor mij. Kijk, toen was ik al bezig met van, gaat het mij verder brengen? Is het een goede move? Is het iets voor mij? En ik vond het niet, dat ik per se daar in die documentaire moest of zo, snap je? Dus heel veel mensen zeiden wel van, Lijpen, waarom zit je niet in die documentaire? Of hoe dan? Hebben ze je niet gevraagd? Of, snap je? Nou, ze hebben mij wel gevraagd, maar ik heb zelf gewoon, ik heb er wel over nagedacht. Maar daarna heb ik, weet je, gewoon nee gezegd. Zie je jezelf ook als een mokro rapper, zeg maar? Ja, tuurlijk. Ja. Daarvoor is geen documentaire meer nodig. Snap je? Dus snap je wat ik bedoel? Maar als je bent al mokro rapper, en dan komt er een documentaire van mokro rappers en dan, weet je, een beetje cliché. Als je hoort mokro rappers, aan wie denk je dan? Ja, lijkt me mokro. Ja, snap je? Ja, ik doe juist die dingen die jij niet verwacht, snap je? Dus daarom dat mensen mij daar ook niet in gezet. Maar is daar een specifieke reden voor waarom je niet veel interviews doet? Want het feit dat je hier al zit vind ik best wel bijzonder, dat je zo'n uitgebreid gesprek met mensen doet, zeg maar, dat doe je echt niet vaak. Nee, ik zeg je eerlijk, ik kies wel mijn mensen gewoon uit met wie ik zo'n praatje doe. Dus wij zijn bijzonder. Ja. Ja, je mag wel bijzonder voelen. Nee, maar weet je wat het is, ik wil niet zomaar met... ik heb ook wel eens met kranten gezeten en dan zeg je bijvoorbeeld iets over aanslagen of zo, snap je? Dan praten ze met jou over aanslagen en jij denkt er zo en zo over. En dan word jij opeens diegene die aanslag heeft gedaan, snap je? Snap je wat ik bedoel? Nee, dus, ja, dus ik vind dat raar, je weet toch? Dan zit je weet toch, dat is niet, nee man, ik hou daar gewoon niet van, snap je? Dat dingen verdraaid worden, dus ik ben helemaal geen fan van met onbekende mensen zitten en hij neemt even mijn op zijn telefoon mee naar huis en hij schrijft even een verhaaltje over, snap je? In zijn woorden. Zijn woorden zijn niet mijn woorden, snap je? Het is wel belangrijk dat altijd mijn woorden gebruikt worden. Dus ja, dit is eigenlijk wel bijzonder, man. Ja, ja man. Ik vind man. Het is een debuutje, man. Dit is een mooi moment. Maar ik had dus een keer een artikel gecheckt en er stond in, de titel van het artikel was Rapper Lijpen vertrouwt niemand. Is het echt zo of ben je veranderd met de tijd? Nou, ik vertrouw nog steeds niemand daar niet van. Je weet toch, het is gewoon hetzelfde gebleven. Ja? Ja, man. Maar het lijkt me best wel moeilijk. Vertrouw jij mensen gewoon? Nee, maar ja, ik vertrouw wel wat mensen. Ja, maar ja, je moet niet je ouders meerekenen. Nee. Snap je? Buiten je ouders en je vaste mensen. Tuurlijk moet je je mensen vertrouwen met wie je elke dag bent. Is dat raar als je die niet vertrouwt? Dan kun je de auto niet uitstappen. Ben je tekst dat je, snap je? Als je zo ver gaat denken. Maar ik heb het echt over... Je weet toch, gewoon mensen die kiezen. Als hier een onbekende man komt en hij zegt tegen je van, luister dan. Ik heb hier een tas, er zitten twee telefoons in, maar ik kan ze je niet laten zien, want ze zitten ingepakt. Dus je moet nu die tas nemen, geef me 7 barkie. Nee, die zou ik ook niet vertrouwen. Vertrouw je hem niet, snap je? In die zin, snap je? Ik vertrouw niemand. In de zin van, als jij niet dicht bij mij bent, kan ik jou niet vertrouwen. Daar is ook geen reden voor om jou te vertrouwen, snap je? Vertrouw je supergaande een beetje. Wat zeg je? Of jullie vertrouwen? Ja. Nee, of voor geen meter. Jullie moeten niet sturen naar mij. Nee. De grote vraag is, ik vertrouwde je Kees in het begin. Je moet de contracten vertrouwen, toch? Ja. Snap je? Dat is belangrijk. Maar je bouwt een band met elkaar, denk ik, ook wel op, toch? Ja, je bouwt wel een band met elkaar op, tuurlijk. En dat is wel... Kijk, ik zie Kees niet veel, snap je? Het is niet dat ik gisteren met hem heb gebeld of eergisteren of iets, snap je? Dus met Kees praat ik wel meestal gewoon over echte zakelijke dingen. En als er iets is wat ik denk van, dit kan niet of zo lopen dingen niet, dan praat ik daar met Kees over. En dan maakt hij daar gewoon plaats voor, snap je? Ja. En dan doet hij er altijd wat mee. Dus ja, die band met Kees is sowieso... Ik kan daar niet over klagen. Of ik heb geen problemen met hem of zo. Of met iemand van... Nou, anders zou je ook niet bijtekenen. Ja, daarom. Anders zou ik ook totaal niet bijtekenen. Ja. Tuurlijk, het is altijd onderhandelen, snap je? Het is nooit van gelijk goed. Of je voorstel is nooit... Eerste voorstel kan nooit goed zijn, snap je? Nee, precies. In mijn ogen dan. Dus het is altijd wel onderhandelen. Maar het is altijd onderhandelbaar met Kees. Weet je? En ik vind het wel tof dat hij gewoon zo handelt, snap je? Hij laat gewoon zien dat dingen mogelijk zijn. Hij heeft mij dat gewoon laten zien. Gewoon dat dingen echt mogelijk zijn, snap je? Was hij dan ook de eerste persoon die soort van echt geloofde in jou ofzo? Of? Nee, dat niet per se. Er waren sowieso voor hem al heel veel mensen die in mij geloofden. Maar waren er destijds veel aanbiedingen van labels? Ja, er waren wel wat aanbiedingen van labels, ja. Zeker, ja. Maar het was wel voor mij op een gegeven moment gewoon, kijk, nu moet het of iets heel groots zijn, of het hoeft niet, snap je? Want ik was op mezelf bezig. Het ging gewoon goed. Ik had wat shows op mezelf. Ik had een paar sponsors op mezelf. Ik ging naar Marokko voor een clip op mezelf, weet je. Ja. Dus Kees zag wel die grind en die moves die ik maakte, vond hij tof. En Aline miste nog wat aan, snap je? Er moest een compleet plaatje zeg maar, in elkaar gezet worden. En hij was zeg maar die extra puzzelstuk die daar ontbrak, snap je? Heb je er nooit aan gedacht om net als Ismo gewoon solo te blijven?
alles zelf beheren. Ja, ik heb daar wel eens aan gedacht, maar daar denk je aan als je niet getekend bent. Dan kan je niet aan denken als je getekend bent. Ja. Gewoon, snap je, als je die krabbel zet, moet je wel blij zijn, snap je? Ja. En met mijn laatste deal was het ook van, had ik van, ja, is goed, ik teken. Weet je, we hadden even onderhandeld, toen was het even hier gekomen, toen zei ik, ja, ik teken. Maar ik kwam maar niet, snap je? Ik kwam maar niet naar Amsterdam en ik had geen scanner thuis, dus ik kon niet scannen. En je weet toch, dat is op een gegeven moment, wat gebeurt er? Ik werd wakker, ik dacht, nee man, ik moet meer. Ik wil een andere deal, ik wil een betere deal, snap je? Dus uiteindelijk hebben we gewoon een nog betere deal gesloten, snap je? Dus ja, in die zin heeft Kees mij gewoon laten zien, dingen zijn mogelijk, snap je? Maar dat was ook dus in die tijd toen je soort van een beetje twijfelde, want toen zei je bij 1-1 Bars, meeting met mijn label, maar ik denk ik ga verplaatsen. Oh ja, dit is echt een goeie dat je dit zegt, ja. Man, want dat had ik ook laatst met iemand over. Kijk, ik zeg, meeting met mijn label, maar ik denk ik ga verplaatsen. Die meeting verplaatsen. Snap je? Niet van de plaatsen. Oh. Ja? Ja man. Veel mensen zagen hem anders. Zelfs Topnotch. Was het van een plan om ze van dubbelzinnig te brengen of niet? Want het is wel dubbelzinnig. Nee, helemaal niet man. Ik denk dan, weet je waarom? Als jij zeg maar iets uit je mond zegt, dan heb jij het zo in je hoofd. Dat ken je het niet, snap je? Maar dat is fucking slim. We hebben daar ook een brief naar Kees gestuurd net. Nee, man. Nee, maar veel mensen hadden, er was wel even commotie ontstaan. Mensen dachten ik wilde weg of je weet toch? Ja. Maar nee man, bij deze, dat dus zeg maar, de meeting verplaatsen. Maar fans zeggen. Waren echt aan het, ook er was een video voorbij gekomen ook op YouTube van, Leipa gaat weg bij Topnotch, vraagteken. En dan zag je dat stukje daar. Maar denk je dat misschien mensen intern bij Topnotch een beetje geshoekt waren van, oh shit, is Leipa boos? Wat is er aan de hand? Ja, volgens mij, ik weet niet meer wie, volgens mij Erik zei dat man. Of iemand zei dat tegen mij, van hoe zit dat nou man, verplaatsen, wat weet je. Toen heb ik hem ook uitgelegd man, je weet toch, ja man. Waar ga jij heen, kom eens hier. Maar kijk, als je gewoon goed luistert, hoor je gewoon wat ik zeg, snap je? Heb je trouwens nog steeds dezelfde vrienden als voor het succes? Ja man. Voor het succes. Man. Dat is een programma van mij die ik ooit heb gemaakt. Moet ik er even proberen? Ja, sorry. Ja. Ah, godverdomme man, hou nou eens op. Het is een programma. Ja. Sorry. Ja man, nee, maar sowieso cirkels altijd dezelfde gebleven, ook altijd beperkt. Maar heb je nog steeds dus, zeg maar, dezelfde vrienden als bijvoorbeeld bij tijdens Punch Out bijvoorbeeld, echt helemaal in het begin? Ja man. Als nu gewoon? Ja. Dat is wel sick. Want ik zeg maar. Ah, kijk, ik zie niet meer iedereen evenveel. Maar niemand van die tijd is mijn vijand ofzo. Ja, precies. Dus iedereen heeft nog evenveel waardering en respect voor elkaar. Snap je? Kijk, op een gegeven moment die gaat links, die gaat rechts, die blijft midden. Snap je? Je wordt ouder toch? Je bent niet meer 14, 15 of 16. Nee, precies. Dus je gaat die jongens minder zien. Maar er is nooit haat ontstaan naar elkaar toe. Van hé, hey, je belt me niet meer. Of hé, hey, hoezo bel je? Je weet toch, dat is nooit bij ons ontstaan. Maar weet je wat ik me afvraag? Zeg maar, kijk, ik zelf. Ik kom uit een milieu waarvan ik bijvoorbeeld vrienden heb die in de... Heb je vrienden? Ja, ik heb wat vrienden die zeg maar in een criminele omgeving zitten. Mm-hmm. En jij bent nu bijvoorbeeld erg bezig met je carrière. Je kan niet bijvoorbeeld meer dezelfde kadekwaad uithalen als vroeger. Mm-hmm. Maar jouw vrienden die hebben zeg maar niet echt een carrière. En die zitten misschien nog in een bepaald milieu waar jij niet in kan zitten. Merk je dat je misschien dan... anders moet zijn met anderen, of dat je niet bijvoorbeeld met iemand in de auto kan stappen, of... Nee, dat niet per se, man. Kijk, het is nu algemeen bekend, ik maak muziek, ja. Ik heb zoveel views, ik heb zoveel aanhang, dus... Kijk, hij doet dit, die doet dat, ik doe dit, je weet toch? Dus als ik met jou in de auto zit, en je hebt net misschien iemand vermoord, ja. Weet ik veel, snap je? Hoe kan ik aan jou zien, als jij ijskoud bent, dat jij net iemand hebt vermoord, snap je? Ja. Zo, kijk, als mensen sowieso dingen die mensen doen, vertellen ze niet aan je. Ja. Dus als jij met iemand in de auto zit, weet je niet eens of je daar wel in of niet kan stappen of niet in kan stappen. Precies. Snap je? Diegene gaat niet van tevoren zeggen, hey, stap in, maar... Ik heb achter wel 80 kilo, want waarom? Dan ga jij misschien raar kijken al tijdens het rijden en sta je zo aan de kant, snap je? Als jij het nog niet weet, dan zit je daar gewoon rustig alsof er niks aan de hand is, snap je? Ja, precies. Dus waarom moet iemand je wakker maken, zeg maar? En kan jij momenteel zeggen dat jij financieel gewoon echt kan leven van je muziek? Ja, zeker. Ja? Ja man, dat zeker. Ik kan ervan leven, mijn ouders leven er ook van. Dus ja. Ja joh? Ja toch. Als in het zeg maar van jou gewoon. Ja, tuurlijk. Man. Heel het gezin, snap je? Ik verwend sowieso iedereen sinds het goed gaat met mij. Ja, dat is man. Super dope. Dat is wel tof, omdat je ook zeg maar. En in het begin van je pokoes, zei je dat ook altijd. Stek zijn je moeder, ja, toch. Dit en dat. Zeg je eerlijk, soms luister ik nog die oude tracks, die weet toch. En dan zeg ik dingen bijvoorbeeld van. Ik wil een Mary of ik wil dit of dat, die weet toch. En nu uiteindelijk heb ik een Mary, snap je? Dus dingen lopen gewoon, je weet toch. Weet je ik ben toch? Gewoon iemand van. Dingen moeten uitkomen voor mij gewoon, snap je? Ja.
En ook al zeg ik het hardop, heel veel dingen zijn ook uitgekomen die ik nooit hardop heb gerapt, snap je? Ja. Ja. Want vroeger was het zeg maar niet echt haalbaar om met muziek. Te haalbaar. Je Range Rovers rijden, goud kopen en shit. Ik denk, hoor dit? Nou, ik ga draaien. Ik ga maar met de bus. Ja, maar. Nee, maar ik zeg je eerlijk, man. Vroeger, weet je wat het was, broer? Vroeger was er ook wel geld. Maar niet voor deze muziek die ik maak, snap je? Dat is denk ik pas ontstaan binnen nu afgelopen paar jaar, dat hier een markt voor is. Ja. Weet je, want ik was ook een keertje aan het praten met Campy. Toen zei hij ook tegen mij van, in mijn tijd kon je echt niet zoveel shows pakken als wat jullie nu pakken, snap je? Toen in die tijd, dat was gewoon anders. Het was gewoon heel anders. Nu, je pakt 12 shows, je maakt deze muziek, chickies rappen teksten mee, je weet toch? Die teksten gaan niet eens over hun, of je weet toch, het gaat over een hele andere kant. Iedereen rappt mee, iedereen vindt je tof, iedereen voelt het, iedereen is, ja. Je weet toch, en nu, die mensen die het voelen en hard vinden, die gaan je niet meer alleen streamen. Die kopen een kaartje voor je, die als je merchandise hebt, dragen ze het. Dus gewoon, die support is anders nu, je weet toch? Dus het is allemaal groter, het is gewoon, je moet het zo zien, je bent gewoon in de goede tijd geboren ofzo. Ja. Maar zou je dan ook nog steeds muziek maken als het zeg maar hetzelfde zou verdienen als een paar jaar terug? Nee man, nee, daar was ik niet zo ver en diep gegaan, nee zeker niet man. Wat zou je dan? Dat heb ik niet te zeggen. Ik denk bij de Albert Heijn werken of ja. Maar het is zeg maar wel, wat ik tof vind aan jou dan, is dat je, naar mijn mening, zo van best wel rustig bent gebleven. Als ik kijk naar alle andere rappers die echt aan het stunten zijn en je ziet dat ze zeg maar, dat het goed met ze gaat, heb ik bij jou meer het gevoel van, je bent heel kalm, hè, je doet gewoon lekker je ding en zeg maar, doe je dat zeg maar bewust of ben jij gewoon zo of... Ja, weet je wat het is? Ik heb ook vaak momenten gehad in mijn leven dat ik dacht dat ik iets had. En dat ik er gewoon heel nonchalant mee omging. Of weet je, te enthousiast was over dingen. Ja. En nu heb ik dat gewoon minder, snap je? Ik weet dat gewoon, dat alles groter kan. Snap je? In mijn hoofd kan nu gewoon alles groter. Dus ik ben wel tevreden met wat ik heb. Maar ik wil het wel groter als ik nu weer zo nonchalant ga doen. Je weet toch, ik ben veel dingen die ik had al... Misschien zonder rap al gewoon goed kunnen zitten. Snap je? Het is alleen gewoon het lot. Die weg is nooit goed gelopen voor mij. En nu in muziek, ik laat mijn gezicht overal zien. Ik ben met fans op de foto's. Ik heb een paar shows. Ik zet mij gewoon in. Ik zit in de studio. Ik maak een album. Snap je? En het betaalt. Dus ja, nu is het pas. Je weet toch, voor mij is het nu pas echt aan gewoon. Dus het was begonnen zo. Ja, man. Maar je bent nooit echt niet echt commercieel gegaan? Nee, dat niet, man. Nee. Is dat ook een reden? Ik weet niet man bro. Ik Ali ging van de straat naar de Voice en allemaal van dat soort dingen. Maar dat zou ook straat zijn toch? Keuzes die je maakt toch? Ja. Dan moet je ook een beetje van de straat hebben gezien. Maar ik zie dat nooit echt bijvoorbeeld, je hebt heel veel... Maar kijk, als het me gewoon goed gaat betalen. Kijk, commercieel in de zin van, ik kan voor jou nu op 10 commerciële beats rappen. Is het dan al iets commercieel is de vraag. Of weet dat ik over rozen en bloemen ga rappen voordat het commercieel is, snap je? Ja. Kijk, ik heb tracks op Jackpot staan, mensen gaan het misschien commercieel vinden, terwijl ik gewoon nog steeds straat en niet per se straat, maar gewoon als mezelf erop kom, snap je? Ja. Wanneer ben je commercieel? Dat is het. Maar ik heb je al niet op zo, je hebt heel veel tracks nu samenwerkingen, ook vooral met de artiesten van Top Notch, met John Avreze, Ronnie Flex en ik zie je niet zo vaak op zo'n track springen ofzo. Alleen vallen in de club dan. Ja, vallen in de club. En dat is het kaartnummer. Dat is gewoon ontstaan uit New Wave. Je weet toch waarom? Ik kom niet uit die jongens hun omgeving. Ik kom niet uit mijn omgeving. Weet je, we linken niet. Snap je? We linken niet, we hebben helemaal geen verbinding. Nu je dat zegt, het valt ook best wel op. Zeg maar, veel rappers van New Wave zijn soort van nu allemaal vrienden geworden. En jij staat er soort van wel een beetje buiten. Is het omdat het niet klikt ofzo? Of? Nee, het is niet best. Ik kom gewoon niet uit hun omgeving. Zoals ik net zei, ik ben gewoon nog steeds met mensen vanaf het begin, snap je? Niemand uit mijn buurt rappt. Kijk, waarom moet je forceren? Ik bedoel, we zijn uiteindelijk aan het einde van de dag, is iedereen een concurrent van elkaar. Of tenminste, zo moet je het zien als je een bedrijf wil zijn. Als je jezelf als een bedrijf opstelt, snap je? Hmm. We zijn gewoon allemaal een bedrijf. En gewoon zorgen dat je bedrijf loopt, snap je? Daarvoor hoef je niet te mengen met rappers of hoef je helemaal niet blij te doen met mensen. Daarvoor moet je gewoon je eigen hoofd gebruiken. En dan gaat het gewoon vanzelf allemaal, snap je? Dus het is niet iets wat ik mis of zo, snap je? Zo is gewoon hoe het nu gaat, is voor mij gewoon... Gewoon goed. Ja, is voor mijn werkwijze. En zo werk ik. Ja. Nu, je album, Jackpot. Ja. Het is je nieuw album. Hoe verschillend is Jackpot van Levensles? Ja, Levensles was... Ja, sowieso qua sound heel anders. Levensles had volgens mij ook niet zoveel producties van Chifa als...
jackpot. Dus dat scheelt al sowieso, dat is sowieso al heel anders. En ja, andere fase ook, man. Levensles was ook weer een andere vibe. Het was ik had mezelf gewoon niet opgesloten toen in een week lang, zoals ik wel bij Jackpot heb gedaan. Toen was Levensles was gewoon een losse periode, tracks maken, verzameld, uitgebracht, naam Levensles gegeven, omdat er gewoon tracks in zaten die gewoon, waar mensen gewoon van kunnen leren, waar ze gewoon een les voor, uit kunnen halen, om, je weet toch, voor hun leven, zeg maar. En ja, Jackpot is gewoon heel anders, man. Het is gewoon voor mij, ik luister het nu al 10 maanden of zo, sinds ik het zelf heb gemaakt, weet je. Dus het is, ik ben het nog niet zat geweest. Dus het is in mijn ogen wel het beste wat ik nu heb gemaakt. Ja. Hoezo heb je gekozen voor de naam Jackpot? Omdat de eerste track die ik had gemaakt voor dit album heette Jackpot. En die was eigenlijk niet voor het album. Ik wou gewoon een track maken. Mm-hmm. Ik zat met Chief aan de studio. Toen had ik die track gemaakt. Toen dacht ik van, weet je wat? Ik maak gewoon een heel album dat Jackpot heet. Snap je? En nu staat die track als outro op mijn album. Snap je? Dus dat was eigenlijk de basis van dit album. Ja, ik heb daaromheen heb ik een heel album gebouwd. Ja. Dat is wel gek. Ja, er staan ook wat futurings op je plaat. Ik zie 7, SWMG, D-Double, Ismo en Equals. Ja. Waarom heb je voor hen gekozen? Waren nog wel wat andere tracks ook. Maar die het gewoon, die sound niet hebben gehaald of die de kwaliteit net niet hebben gehaald. En ik heb gekozen voor deze jongens. Kijk, bijvoorbeeld Ismo is sowieso al lang ga ik met hem. En hij kon gewoon niet ontbreken op deze plaat, want hij stond niet op levensles, snap je? Dus hij moest gewoon echt op deze komen. Het was ook geen probleem of zo, snap je? Uiteindelijk hebben we het gewoon een track gemaakt, wat misschien nu wel de hardste track is van mijn album, snap je? Ja? Alleen het was er nooit van gekomen en nu wel. Nu staat hij op mijn album. Kijk, 7 is gewoon toen naar Friesland gereden. Is die 2 uurtjes bij me in de studio geweest daar. Hebben we 2 tracks gemaakt. Is die weggegaan, heb ik 1 track nu voor Jackpot gebruikt, zeg maar, die het gewoon het beste erbij paste. En Equals is ook gewoon gekomen naar Friesland, man. Ik heb ze gewoon een soort kans gegeven eigenlijk. Waarom? Ik vind die jongens gewoon... Nee, ze zijn niet zo bekend. Maar ja, je hoeft niet per se bekend te zijn. Ik vind hun wel hard, snap je? Mm-hmm. En ik denk wel dat hun bekend kunnen worden. Snap je? Ik denk wel dat hun misschien gewoon groot kunnen worden. En ik hoop het ook voor ze, snap je? Dus ja, als ik ze erbij kan helpen of als ik ze gewoon een klein duwtje kan geven en ze helpen mij ondertussen ook om een track te vullen, dan doen we wat voor elkaar, snap je? En dat, zo is dat ontstaan, zeg maar. Maar waren die namen dan soort van ook van tevoren bedacht van oké, ik wil heel graag met hun een track maken, of was het gewoon vanzelf gegaan? Nee, het was wel van tevoren, was er een, niet echt een lijst, maar er was wel gewoon even gecommuniceerd tussen mij en David en Farid, volgens mij, van hey, wie komt er langs, welke producers, want je gaat niet zomaar naar een schrijverskamp, oké, en wat nu zitten en dan mensen bellen, dan ben je gewoon even naar Friesland, zo gaat het niet, die belt wel van een maand van tevoren van hey, deze data's vrijhouden, en dan kunnen we wat keer komen voor mijn album, je weet toch, die jongens zijn gewoon gekomen, dus sowieso bij deze sowieso liefde ook voor hun. Dat ze helemaal naar Friesland zijn gereden om op iets te springen. Ja, man. Is het ook echt iets wat je later wil gaan doen om jongens misschien uit je buurt of zo die ook zijn begonnen met rap om hun te gaan pushen? Of als ze talent hebben? Ja, ik push er sowieso wel. Er zijn wel wat rappers uit de buurt die bijvoorbeeld die muziek maken. Je weet toch? En ook een goede, gewoon iemand die ik als mijn broertje zie. Maar die jongen die, je weet toch, hij is gewoon. Ja, hij ziet ook, het betaalt hem nog niks, snap je? We worden ouder, sommige boys hebben kinderen. Ik zit niet meer met, ik ga niet om met jongens van 14, snap je? Sommige jongens hebben kinderen, sommige jongens hebben een vrouw, sommige jongens hebben prioriteiten. Kunnen niet zomaar heel de dag liedjes gaan schrijven en een week naar een schrijverskamp gaan. En producers gaan betalen, en snap je? Dus ja, ik wil wel voor hun die persoon zijn die dat waar kan maken, snap je? Die dingen voor hun kan regelen. Maar ja, dat moet wel van 2 kanten komen natuurlijk, je weet het. Dan moet wel een wil, waar een wil is, is een weg, zeggen ze. Dus ja. Als die wil daar is, dan ben ik daar. Ja. Nou, als je ooit te oud bent geworden om te rappen, ja. Wanneer denk je dat je, zeg maar, misschien te oud bent geworden om te rappen? Wanneer denk je van oké, kappen mee? Als ik gewoon genoeg heb, man. Als ik denk van oké, dit is die jackpot uit Nederland gewoon voor mij, ja, dan. Is de kans wel groot dat ik ermee kap, hoe ver ik ben. Ja, hoe ver ben je dan om dat doel te bereiken van oké, ik heb het al? Ik ben gewoon onderweg, weet je. En als ik denk, ik heb nog niet echt een doelstelling van bij dit moet ik stoppen of bij zoveel moet ik stoppen. Of, snap je? Dat niet. Ik zie gewoon dingen gaan hard. Instagram volgers groeien met de dag. Views worden steeds meer. Dus het is niet van, ik heb geen reden nu van oh shit, het bouwt af. Of ik zie al het einde is in zicht. Dat niet, je weet toch?
het is net begonnen in mijn ogen, dus het is sowieso nog niet klaar, snap je? Hmm. We gaan sowieso nog wel even door. Laatste vraag alweer, man. We zijn bijna klaar met deze uitzending. Ja toch? Fucking dope. Wat zijn jouw plannen, man, voor 2017? Jaar zit er bijna op. Mijn plannen voor 2017? Ik heb zeg maar nog wel wat dingen liggen na Checkpot, waar ik ook wel mee aan de slag ga. En ja, zoals ik zei, ik heb een nieuwe deal getekend, nieuwe albums weer, nieuwe tracks weer, nieuwe singles komen eraan. Komt die plaat met Ismo in 2017 denk je uit of? Die kans is wel groot, man. Ja. Ja, kom, jullie hebben eigenlijk wat 2 weken nodig om even in de studio te duiken, toch? Maar dat is wat ik je zeg. Het is niet zo van, er is tijd. Alleen het moet ervan komen. Nee. Het is heel raar om uit te leggen, man. Het is heel apart. Je weet toch wat? Ik zat 2 weken geleden bij hem in de studio. Zaten we gewoon te lachen met elkaar, te chillen. Toen hebben we even niks gedaan, snap je? Nee. Terwijl normaal als we in de studio zitten, is het gelijk pap, vuur. Je weet toch, we zijn het een beetje kwijt, omdat we hebben heel lang niet met elkaar gewerkt, snap je? Nee. In die tijd bij Zwanamo waren we gewoon, zag je dat filmpje waar je het over had. Dat was gewoon een hele grote studio en alles was, je weet toch? Nee. Toen hadden we ook die hongerigheid. Maar nu is het ook, we doen allebei hetzelfde. We willen allebei gewoon verdienen en... We zijn nu op die hoogte, zeg maar. Dat je gewoon, je kan er nu gewoon je brood van maken, snap je? Hmm. Je kan nu gewoon, dat is het. Het is gewoon mijn brood geworden, je weet toch? En ook voor hem. Dus het is niet meer per se van, hé, we moeten echt een liedje maken, maar we moeten nu, je weet toch? Zo is het niet meer, man. Vroeger was dat zo. We moeten echt even wat uitbrengen. We moeten weer even geluid maken of lawaai maken. Maar nu zijn we ondertussen allebei keihard aan het rennen. We zijn allebei aan het pikkelen, je weet toch? Ja, man. Ja. Dope, man. Ik zeg, ik kan persoonlijk echt niet wachten tot het album uitkomt van Instagram. Ja, man. En dan dat ze meer komen. Ja, dat is wel fucking dope. Dan gaan we weer een talkshow doen. Talkshow. Ja, maar dan moet je met Ismo hier komen en dan zeker. Gaan we kijken over die samenwerking. Als het zover is, zeker weten. Ja, man. Ja. Fucking dope. En dan heb ik nog een vraag voor je. Ja. Wanneer gaan we naar casino toe? We gaan nu even naar die Lijpen, wil je bedanken dat je in de uitzending bent gekomen. Ja, echt super veel lof. Ja, jongens, thuis als jullie kijken. Jackpot is nu uit. Ga streamen, ga het kopen. Deel het met al je vrienden. En we zullen waarschijnlijk ook wel een linkje in de beschrijving zetten om Jackpot te gaan streamen. Lijpen, nogmaals bedankt. Mijn naam was... Zo, dat ging niet goed. Want die uitwezen. Mijn naam is Nissim. Ja, mijn naam is QC. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace. Later, jongens.